Ik ga nu laten zien hoe je het batterijvak kunt plaatsen als een baseplaat en een behuizingsdeel. Dus ik heb allereerst een eenvoudig behuizingsdeel aangemaakt, een cirkelvormig behuizingsdeel met een wanddikte van 2 mm. En dan ga ik het batterij inplaatsen via het menu Insert Part. En dan kies ik het part van het batterijvak. En dan klik ik gewoon even op een willekeurige plek in het beeld. En dan kan ik met het menu Locate Part kan ik verschillende mates aanbrengen. En dat gaat iets anders dan het aanbrengen van mates in Assembly. Nou, ik klik de tree open en ook de tree van het batterijvakje. En dan bij Planes klik ik op het frontplane en het frontplane van het behuizingsdeel. En dan staat hier al op coincident. Nou, die add ik als mate. En dan vervolgens heb ik een speciaal plane aangemaakt, een top mate plane. En dat ligt gelijk met de bovenkant van de klikvinger. En die wil ik op de hoogte van het topplane van het buizingsdeel leggen. Alleen ik klik in dit geval niet op coincident, maar ik geef een afstand op van 0 mm. Zodat ik die hoogte eventueel later nog kan aanpassen. Nou, en als derde meet kies ik ervoor om het right plane van het batterijvak en het right plane van het behuizingsdeel ook weer met een maat erin te leggen. Even kijken. Ja, dus die maat die moet ik omgooien en dan zet ik die op. Even kijken, rond de 45 mm. Ja, 45 is trouwens prima. En die zet ik ook bij de mates. En dan is het part goed geplaatst in het buizingsdeel. Nou, die planes die zet ik allemaal even op height. En ook die verschillende surface bodies die zet ik even op height. Nou, die surface bodies die heb ik wel allemaal namen gegeven die makkelijk terug te vinden zijn. Nu ga ik als eerste het behuizingsdeel ga ik splitten in een batterijdekseldeel en een overig behuizingsdeel. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst het bovenvlak, dan ga ik een offset surface op een afstand van 0 mm voor aanmaken. Want dat offset surface dat heb ik straks nodig om het batterijvakje mee af te snijden. Nou, vervolgens ga ik met een offset surface wat ik heb aangemaakt in het batterijvakje, ga ik die split body aanmaken. Dus ik klik op dat surface en dan even kijken waar zit mijn split functie. Oh, die moet ik bij features terugvinden. Kies ik voor de functie split body en hij heeft dat surface al goed erin gezet en dan wil ik zowel het behuizingsdeel als het dekseldeel behouden. Nou, hier is dus te zien dat het nou twee delen zijn geworden. Nu ga ik eerst zowel de verribbing van het batterijdekseltje als de behuizing van het batterijvak ga ik afsnijden met die surface offset, dus de bovenkant van het behuizingsdeel. Dus ik selecteer die surface offset en dan met Cut with Surface selecteer ik zelf die verribbing en de buitenwand van dat batterijvak. Dan is hier een pijltje naar beneden te zien, maar ik wil juist dat hij de andere kant op snijdt. En dan snijdt hij de bovenkant vanaf. Nou, vervolgens ga ik de delen van de deksel, die ga ik even allemaal hiden. En dan hou ik alleen de delen over van het batterijvakje en de buizing.
Nou, hiervoor moet ik het deel van de behuizing nog even afsnijden met die vorm van die holte. En datzelfde geldt ook voor die rand van het batterijvakje. Dus ik selecteer daarvoor het surface van die revolve die ik daar speciaal voor had aangemaakt. En dan ook weer met de functie cut with surface. En dan selecteer ik zelf zowel het batterijvakje als de behuizing. En dan staat volgens mij het pijltje ook weer de verkeerde kant op. Dus die flip ik. En dan snijdt hij dat binnendeel ervan af. En dan is de vorm van het behuizingsdeel is helemaal goed. Dus ik kan nu die drie bodies van het behuizingsdeel, die kan ik alle drie selecteren. En dan met de functie combine maakt er één behuizingsdeel van. En dan kan ik met de deksel aan de slag gaan. Dus ik hide de behuizing van het behuizingsdeel en dan zet ik de drie delen van het batterijdekseltje op show. Nou, aan de voorkant bij de klikvinger moet ik eerst een deel van het behuizingsdeel eraf snijden. Dus dan is het toch handig om even de klikvinger weer te hiden. En dan ga ik met het surface wat ik daar speciaal voor heb aangemaakt, snij ik door zowel het dekseltje heen als het deel van die verribbing. Goed, het dekseltje is nou nog precies dezelfde grootte van het gat in het behuizingsdeel, maar er moet een kleine spleet tussen komen. En daar heb ik ook een surface voor aangemaakt. En dan snij ik beide behuizingsdelen met dat surface trim af. En dat surface trim dat ligt precies op 0,2 mm vanaf dat gat in het behuizingsdeel. Even kijken, en hij moet volgens mij precies de andere kant op gaan. Ja. Dus nu heeft hij beide delen met hetzelfde surface afgesneden, dus die liggen nou exact op één vlak. En dan kan ik er één deel van gaan maken, maar dan zet ik eerst de klikvinger aan en die drie bodies, daar maak ik er één van met de functie combine. En dan zit het dekseltje ook gevormd. Als ik die behuizing dan weer even zichtbaar maak, dan hoeven er alleen nog maar een paar fillets aangegeven te worden. Even kijken. Nou, ik begin met één grote fillet op die vingerholte van 1 mm. Komt er een kleine fillet op de buitenrand van de behuizing van 0,2 mm. En dan nog eentje op de deksel, ook van 0,2 mm. En dan is in principe het hele batterijvak gemodelleerd. Alleen is het wel handig om daar nog twee configuraties van te maken. Dus eentje voor de deksel. Waarbij ik de behuizing delete. En eentje voor de behuizing
waarbij ik de deksel delete. Nou, op die manier kan ik ze allebei in een nieuwe assembly plaatsen. En dan kan ik het dekseltje ook bewegen ten opzichte van de behuizing in die assembly. Nou, hier heb ik die assembly aangemaakt en heb ik het bakje twee keer erin geplaatst. Eén keer in de configuratie bakje of behuizing en een tweede keer in de configuratie deksel. En die tweede heb ik zo gemeten dat die aan de achterkant via een asje gemeten is. En voor de rest zit die helemaal op zijn plek. Nou, ik heb ook nog een paar toegevoegd met de printplaat, waarop die spiraalveertjes te zien zijn. Hier is het batterijvak geplaatst in een product met een bol oppervlak. En toen is het batterijvak vervolgens afgesneden met een offset surface van het bolle vlak. Dus dat werkt op zich ook prima. Betekent wel dat die vingerholte en de klikvinger, die moeten dan iets hoger geplaatst worden. Dus dan moet die maat in de referentieschets van het frontaanzicht van het batterijvak, die moet iets gewijzigd worden. Zodat er voldoende materiaal uitsteekt om ook goed afgesneden te worden door dat bolle vlak. Dus op die manier wordt ook die klikvinger, dat bovenvlakje, dat gaat helemaal gelijk lopen met dat bolle vlak van het product. En als ik dan even de dekseltje hide, dan is hier ook te zien dat dekseltje dat loopt aan de onderkant met een rib straks tot het bovenoppervlak, dat binnenoppervlak van het batterijcompartiment. Dus dat is helemaal vlak. Alleen het bovenvlak is bol. Dus je ziet hier een soort verlopende riphoogte. Maar dat gaat dus automatisch helemaal goed op het moment dat je hem afsnijdt met dat bolle bovensurface.